Enexis is op verschillende plekken in het land aan het werk om het stroomnetwerk up-to-date te krijgen. Zoals hier in Maastricht bijvoorbeeld. In Limburg is het aantal zonnepanelen in 2 jaar verdubbeld en sommige oude stroomnetwerken kunnen teruglevering van stroom tijdens zonnige dagen niet aan. In Limburg nu 140.000 mensen die hebben zonnepanelen op hun dak gelegd. Dat is een stijging van 50% ten opzichte van 2 jaar geleden. Nou, dat is hartstikke mooi. Alleen inderdaad, de energie moet worden afgevoerd. En op sommige plekken zijn de netten te dun. En moeten we het net uitbreiden, meer kabels in de grond leggen, transformatorstations bijbouwen, om te zorgen dat al die energie kan worden afgevoerd. Als er te veel stroom wordt opgewekt, schakelt thuis de omvormer uit en is er dus tijdelijk geen opbrengst. Enexis kan in sommige gevallen een tijdelijke oplossing bieden om het systeem weer aan de praat te krijgen. In Limburg hebben we afgelopen jaar in 2021 162 klachten binnengekregen over spanning, over zonnepanelen die afschakelen. Ten opzichte van 140.000 klanten die in totaal energie terugleveren. Nou, iedere klacht nemen we serieus. Wat we dan doen is een onderzoek. We kijken wat er precies aan de hand is. Meestal is het mogelijk om een aantal korte termijn oplossingen te realiseren. Bijvoorbeeld de transformatorstand iets omlaag brengen. Maar soms is het ook nodig om echt het net uit te breiden. Om te zorgen dat al die energie kan worden afgevoerd. Maar binnenshuis kan het ook misgaan. Bijvoorbeeld als de kabels tussen de omvormer en de meterkast niet dik genoeg zijn. Om te beginnen zorgen voor een goede binneninstallatie. Bijvoorbeeld een voldoende dikke kabel tussen de slimme meter en de omvormer. Want daar kan het ook wel misgaan natuurlijk. Hè? Daar kan het misgaan als je op het moment dat je een te dunne kabel gebruikt, dan schakelen de zonnepanelen eerder af dan nodig. Dus dat kunnen mensen doen. En een andere hele belangrijke wat we met elkaar moeten doen in heel Nederland, is zorgen dat we energie gaan verbruiken en opslaan op de momenten dat het wordt opgewekt. De netwerkbeheerder investeert alleen al dit jaar in Limburg 31 miljoen euro aan het verbeteren of vervangen van het netwerk. Wij moeten flink investeren om al die netten te verzwaren. In Limburg gaan we 31 miljoen euro investeren dit jaar en dat loopt de komende jaren verder op. En dat is zeker nodig. Daarom ook de oproep, als maatschappij, kunnen we nou niet meer slimmer erover nadenken dat we energie verbruiken op de momenten dat we het opwekken, dat we dat dichter bij elkaar kunnen brengen. En dan hoeven wij ook minder te investeren. Dus dat scheelt de maatschappij uiteindelijk ook weer geld.